Ruim 84% van de bewoners van het Sonsbeekkwartier is tegen het invoeren van betaald parkeren. Dit blijkt uit een enquête die de gemeente Arnhem hield onder de bewoners. Veel auto's stonden verkeerd geparkeerd en bewoners klaagden over te weinig parkeerplekken. De gemeente wilde maatregelen treffen om het parkeerprobleem tegen te gaan. Omdat een overgrote meerderheid tegen betaald parkeren is, gaat het niet door. In plaats daarvan komen er obstakels om het fout parkeren onmogelijk te maken. De handhaving zal blijven hoe hij nu is. Zij onderneemt nu actie op de basis van meldingen.